een belangrijk diner voor premier Rutte vanavond. Want hij gaat op bezoek bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Samen met de regeringsleiders van Finland, Denemarken en Zweden schuift hij hier op dit mooie slot Meseberg in Duitsland aan om te praten over de gevolgen van de Brexit. Hella, ik vind het een heel gek klein clubje bij elkaar. Ik vind het ook een heel, heel gek... Ja, we zijn natuurlijk een Benelux-land, maar we zitten niet met België, met Luxemburg. Blijkbaar zitten we nu in team Noord-Europa. We zijn wel gedegradeerd, want eerst zaten we nog in het clubje met de Founding Fathers. Ja, precies. En we waren natuurlijk net nog even de voorzitter van de Europese Unie. Dus toen zat Rutte helemaal overal met zijn neus voor aan. En nu zitten we blijkbaar... Waarom zitten we in Noord-Europa dan? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar Merkel is nu wel even met alle 27 regeringsleiders aan het praten. Half september is er echt een EU-top in Slovenië. Die is dan de voorzitter van de EU. 27, hè? We hebben 28 lidstaten, maar Theresa May van Groot-Brittannië, die is niet uitgenodigd, want we gaan nu met z'n 27 verder. En ze is begin deze week, ja, dat waren even de grote jongens waren bij elkaar, hè. Dat was in Italië. Hier zie je ze, Renzi, Merkel en Hollande. Die waren ook al bij elkaar om over de Brexit te praten. Vanavond dan, Team Europa noem ik het maar even. En volgende week vliegt ze door naar Estland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Dus dat noem ik maar even Team Oost. Dus gaat iedereen allemaal eventjes af. Waarom? Omdat natuurlijk... niemand had eigenlijk gedacht dat die Britten eruit zouden gaan. De Britten volgens mij eigenlijk onderaan de scheep zelf ook niet. Maar het is nu wel een beetje paniek in Europa. Van jeetje, wat moeten we nou doen? En Merkel die wil nu heel goed vinger aan de pols houden. Want die denkt, ja, zo meteen gaan er misschien wel meer landen die zeggen van ik stap eruit. En wij spraken vanmiddag met Adriaan Schout. Die is van het instituut Klingendaal. En die zegt ook van ja, het is wel nu een beetje chaos in Europa aan het worden. Heel de EU is eigenlijk verward. Want wat er in het VK gebeurt, dat dreigt ook in andere landen te gebeuren. In Frankrijk komt Le Pen op, in Italië, daar hebben ze ook een discussie over, notabene zelfs of ze uit de euro moeten. Binnen de commissie weten ze dat ze ook moeten hervormen. Het is natuurlijk wel heel makkelijk om boos te zijn op de Britten, maar iedereen weet dat dit een veel groter probleem is dan dat. Maar Hella, ik begrijp het gevoel, ik begrijp de aanleiding. Maar Merkel, zij onderhandelt toch helemaal niet namens... Zij is natuurlijk de Queen of Europe. Zij is informeel de baas en trekt aan alle touwtjes. Maar de man die de onderhandelingen moet gaan doen... is, ik vind het wel geestig, een Fransman. Michel Barnier. We hebben volgens mij even een plaatje van hem. Hier zie je hem op zijn hoofd krabben. Ja. Nou, hij is eurocommissaris geweest, minister in Frankrijk. Hij heeft interne markt onder zijn hoede gehad... en heeft ook de financiële regulering gedaan. Hij wilde ook de bonussen aan een plafond leggen. Dus in de City kunnen ze zijn bloed wel drinken. Dus de Britse kranten schreven ook... it's an act of war dat je deze vent hebt aangesteld als Europa. Maar hij moet het gaan doen. En die Engelsen kunnen niet anders dan leidzaam toezien? Nou, dat denk ik niet. Engeland heeft een hele grote troef. Namelijk, zij bepalen zelf wanneer ze het verdrag gaan opzeggen. Ik bedoel, er is nog niks opgezegd. Dus in die zin gebeurt er nog helemaal niks. Maar als ik Theresa May was, mijn god... dan zou ik echt niet zo lekker slapen op dit moment. Ze komt nu terug uit de Zwitserse Alpen. Daar is ze lekker op vakantie geweest met haar man. Wel geestig dat ze ook naar een niet-EU-land gaat. Dat is vast te bewust. Maar even als ik even op een rijtje zet wat zij de komende tijd... moet gaan doen. Nou, daar word ik best wel zenuwachtig van, want dat is heel wat. Er moet een boedelscheiding komen. Hè? Je moet gewoon zeggen, er zijn nog subsidies die uitstaan, weet ik voor wat. Dus er moet gewoon, alles moet gewoon losgemaakt worden tussen de VK en de Europese Unie. Er moet een overeenkomst voor worden. Dan die nieuwe handelsovereenkomst. Hoe gaan we dat doen? Engeland wil misschien wel via Noorwegen in de Europese economische zone komen. Nou, dat wordt ook echt een enorme onderhandeling. Dan moet er een nieuw akkoord komen met de Wereldhandelsorganisatie. Heb je misschien nog nooit van gehoord. Maar Engeland is daar nu deel onderdeel van via de Europese Unie. Bijvoorbeeld hormoonvlees uit Amerika mag niet de Europese markt op. Zij zeiden dat is concurrentie, dat is valse concurrentie. Dat hebben we uitgevochten bij de WTO. Inderdaad, hormoonvlees mag niet. Dat soort dingen doe je bij de Wereldhandelsorganisatie. Het is een belangrijk instituut. En de Europese Unie sluit allemaal handelsovereenkomsten af met andere landen. Daar hebben we er meer dan 80 van. Dus met Colombia, Peru, Singapore, Oekraïne. Moeten we ook allemaal overnieuw dus. Ja, dus dat moeten ze dan dus ook allemaal gaan doen. Maar hoe dus, haalbaar is dit? Ja, goed. Er was een onderhandelaar in de Financial Times. Die heeft gezegd... er zullen minstens 500 onderhandelaars... 10 jaar intensief hier aan moeten gaan werken. Dus ja, het is natuurlijk een enorme klus. Eigenlijk
bijna niet te doen, lijkt me. Maar even voor de goede orde, dit gaat natuurlijk allemaal pas lopen als die Britten zeggen, wij stappen eruit. Misschien vergaat medezin wel als ze deze hele lijst van jou zien. Ja, en dat is dus nu het spannende spel. Ik vind het fantastisch om dat te zien. Want de Europese Unie zegt natuurlijk, ja, wij willen ook een beetje door met ons leven. Hè. Stel je voor, je ligt in scheiding. Je man zegt, ik ga weg, maar hij blijft toch in je huis wonen. Ja, kom op. Uit elkaar. Ja, precies. Nou, dus, maar mede denkt natuurlijk, ja, maar ik wil eerst eventjes zorgen dat ik mijn handelsverdrag ook met China of met India. Die heeft belang bij rekken. Bij zo'n rekken. En dan kan het dus echt zijn, en dat is denk ik echt een van de opties, dat er uiteindelijk helemaal geen Brexit komt als we maar blijven rekken. Maar wacht even, die Britse bevolking heeft nee gestemd. Die trekken dit dan toch niet? Nou, dat weet je niet. Want als je op een gegeven moment onderhandelen is altijd zo, kan je naar je achterban zeggen, ik heb het beste resultaat behaald. Hè, en dit gaat dus jaren duren. En het kan best zijn bij de volgende verkiezingen, zijn we wel in 2019, dat mee naar de kiezers zegt van, ja, maar jongens, ik heb wel wat mooie concessies gekregen. Achteraf is dan blijven toch het allerbeste. En Adriaan Schout, die ziet het zeker als een optie dat die hele Brexit er nooit gaat komen. Luister maar even. Die kans is er wel degelijk. De marges waarmee ze voor Brexit hebben gestemd, die waren klein. Dit proces dat iedereen naar iedereen blijft kijken, dat kan nog wel een hele tijd duren. We zullen ook alweer richting de volgende verkiezingen gaan in Groot-Brittannië. Ondertussen is de EU bezig met een hervormingsdiscussie. Nou, tijd maakt een hoop soepel in Europa en dat kan dit keer ook wel eens gebeuren. Ja, dan deden we een plas en alles bleef zoals. Maar ik hoorde jou net over een pint die je er wel op wilde zetten. Ja, nou, ik durf het wel. Ja, ik durf het wel. Kijk, er kan van alles gebeuren. Ligt natuurlijk helemaal open nog, maar ik vind het een hele reële optie. Die ligt echt op tafel. En dan zijn we 3, 4, 5 jaar aan het onderhandelen en aan het klooien. En dan blijft alles zoals het was. Ja, er zijn andere dingen, onderhandelaars in de wereld, maar en adviseurs gespekt. Juristen winnen altijd, zeg ik altijd. Hella, dankjewel.